Hallo allemaal, ik heb de afgelopen maanden heel veel de vraag gekregen van hoe dat je een gevelplint, hoe dat je dat opbouwt, correct en kwalitatief. Ik heb hier terug een module gebouwd, bestaande uit metal studs, een aquapanelplaat, outdoor, dus eigenlijk een cementgebonden plaat. Het is natuurlijk niet conform met hetgeen wat je buiten gaat meemaken, omdat je buiten altijd met betonblokken zit of met gewoon een rode brik. Maar ja, omdat het hier niet anders gaat, heb ik het zo gedaan. Het onderste gedeelte wordt eigenlijk de gevelplint. Het bovenste gedeelte, hier ga ik een stukje façade-imitatie doen. Omdat normaal uw gevelplint altijd aansluit op uw façadesteen. Maar omdat ik dat hier niet kan metsen, doen we hier gewoon een imitatie en laat ik de gevelplint daarop aansluiten. Voor de rest, de producten die ik ga gebruiken en dergelijke, dat ga ik in de komende tijd van de video ga ik dat beter en beter uitleggen. Zodoende dat je goed weet welke producten je waar en wanneer gaat moeten gebruiken. We hebben onze basisopstelling, façadesteen, betonblokken of rode brik, fundering. We kunnen nu eigenlijk beginnen met de opbouw van onze plint en met de voorbereidende werken om een goede plint te creëren. Als onderlaag tegen onze cementblokken of eventueel onze rode brik gaan we altijd van Knauf een product zetten dat zowel de hechting gaat bevorderen naar de betonblok, maar als ook een goede basishechting gaat geven voor de verdere opbouw van onze andere mortels. De mortel die we daar gaan opzetten is een Supersem Sub. Sub wil eigenlijk zeggen dat hij gemaakt is voor in de sokkel te werken. Dus eigenlijk alles voor in de plint en maaiveld en zelfs onder het maaiveld. De Supersem Sub is een wapeningskleefmortel, een renovatiemortel. Is ook een beetje gewapend met vezels in. Is eigenlijk een hele goede stevige mortel om mee te werken. We plaatsen die ongeveer op een dikte van 7 à 10 mm. Daar gaan we die laag op zetten. We laten die even aantrekken en dan gaan we die opkammen om, dus om voldoende hechting te creëren voor onze volgende laag die er tegenkomt. Belangrijk is dat we met de Supersem Sub gaan tot op de fundering of desnoods een klein beetje erover als dat kan. Om te zorgen dat die achterkant van die plint goed gesloten is met een waterafstotende pleister en dat die dus ook beschermd is tegen alles. We gaan dit nu plaatsen en dan gaan we dat een aantal dagen moeten laten drogen. Hoe kan je dat weten of hoe kan je dat, wat zijn de algemene regelen? Ze zeggen 1 mm per dag laten drogen. Dus we gaan ongeveer mikken op een 7 mm. Dus dat wil zeggen dat we die 7 dagen moeten laten drogen, vooraleer dat we daar met ons volgende laag op mogen komen. Gaan we in hetzelfde product werken, ga je na uitharding er al een nieuwe laag mogen opzetten, maar in dit geval is dat niet. We gaan met een andere mortel de afwerking of de opbouw van de plint doen. Ik ga die even laten aantrekken, kan ik hem zelfs opkammen, maar ik ga eerst mijn materiaal poetsen, dat dat allemaal proper is, en mijn emmer en mijn kuip en dergelijke, dat dat allemaal proper is. Ondertussen kan mijn mortel een beetje aantrekken en gaan we daar zelfs horizontale strepen intrekken met stucadoorskam.
Stucadoorskam is een heel belangrijk werktuig voor een stucador. Waarom? Ook zowel naar binnen als buitenpleisters. Een gipspleister op een gipspleister hecht heel slecht. Cementpleister op een cementpleister die niet opgekamd is, hecht slecht. De stucadoorskam die zorgt er eigenlijk voor dat we horizontale groeven gaan trekken, zodoende dat we meer mechanische hechting creëren en zodoende dat laag per laag een goede hechting op elkaar heeft. Zouden we dat niet doen en zouden we gewoon rechtstreeks aan beginnen op te pleisteren, is de kans heel groot, tot zelfs 100%, dat uw gipspleisters of cementpleisters gaan loskomen. Daarom is het opkammen super belangrijk. Onze Supercem Sub is uitgedroogd en uitgehard en is dus klaar voor dus de volgende lagen van onze plint te gaan ombouwen. U ziet zelf ook hier dat we toch een kleine oversteek hebben van de façaadsteen, wat we in de meeste gevallen ook hebben. Je hebt een keuze of je kunt een keuze maken tussen een plintdeel te zetten met een schuine kant of eventueel gewoon onder de façaadsteen gewoon recht. Het meest voorkomende dat ik weet is dat mensen graag hebben met een schuine kant, omdat dat gewoon veel mooier is. Als je in de Ardennen gaat, als je in Ardennen een steentablet zou zetten, ga je ook dikwijls de schuine kant hebben. Dus de mensen hebben ook liefst dat als je een plintdeel maakt, dat je dat doet met een schuine kant. Dus dat gaan we in dit geval ook doen. Door het feit dat we toch nog wel wat onderin zitten, gaan we eerst het deel moeten gaan uitvullen om ongeveer gelijk te komen met de façaadsteen, zodoende dat we dan achteraf de eindlaag kunnen zetten, nog voldoende dik voor beide façaadsteen, waarbij dat we de schuine kant en dergelijke kunnen gaan maken. Het product dat we daarvoor gaan gebruiken van Knauf is de Mixum Sub. Mixum Sub is ook terug, die sub komt terug, wil zeggen voor in het sokkelgedeelte, dus de plint kunnen we daar perfect mee maken. Het product zelf mag in één laag maximaal 15 mm dik aangebracht worden. Dus moet je inderdaad dikker gaan wat dat hier is, gaan we ook terug in twee lagen moeten werken. De eerste laag die we vandaag gaan zetten, die gaan we ook terug opkammen. Zodoende dat we morgen, omdat we in hetzelfde product zitten, kunnen we morgen daar de eindlaag op zetten en kunnen we die ook verder afwerken. Hetgeen waar we een beetje rekening mee houden is, dit is de fundering. In principe moeten we met onze Mixum Sub niet meer tot op de fundering gaan. We moeten gewoon zorgen dat we een stukje onder het maaiveld zitten, dat de afwerking die daar tegenkomt, dat die plint mooi afgewerkt is. Dus we hoeven niet meer tot van onder te gaan. We blijven er ook een paar centimeter vanaf. Dus om het allemaal mooi en praktisch te maken. En we gaan ook proberen aan de onderkant, gaan we ook proberen aan de plint aan een klein beetje een schuine kant aan te maken, om achteraf, wanneer dat we helemaal op het einde de waterdicht in gaan zetten, dan daar schoon kunnen aansluiten. Onze Mixum Sub staat er tegen. Zoals je kunt zien, zitten we bijna gelijk met de façadesteen. Dat wil zeggen dat we morgen onze laatste laag kunnen zetten en dat we die ook kunnen afwerken. Onderkant van de plint hebben we een klein beetje schuin gemaakt, zodoende als we op het einde onze waterdichting zetten, dat dat eenvoudig te zetten valt. Terug kammen op voor de volgende laag met de stucadoorskam en dan laten we die gewoon drogen en uitharden en dan kunnen we daar morgen op verder doorwerken. Ons uitvullaag is hard geworden en we hebben nu de mogelijkheid om ons laatste laag, ons eindlaag, te gaan zetten. In onze eindlaag gaan we ook een wapening steken. Dat is heel belangrijk tegen het voorkomen van scheuren en barsten. Ook belangrijk is dat de wapening zoveel mogelijk naar het oppervlakte toe zit. Dus dat wil zeggen zoveel mogelijk naar voren. Het heeft geen zin om een wapening te steken in bijvoorbeeld een Supercem Sub die helemaal van achter staat, want uw wapeningsnet moet zoveel mogelijk op het oppervlak
laten zitten. Welk net ga je moeten gebruiken? Wel, Knauf heeft daar een heel goed systeem voor uitgedokterd. Dit is Knauf Outex. U ziet rood met wit. De zakken, Mixum Sub, Mixum Air, Mixum Light, zijn allemaal zakken die rood en wit zijn. Ook wel een beetje grijs, maar voor het grote deel rood en wit. Dat weerkaatst terug op het soort net dat je moet gebruiken. De Supersem Sub, helemaal in het begin, dat hebben we gezien. Wel, dat zijn zakken die zijn groen met wit. Het net dat je daarvoor moet gebruiken is eigenlijk een Isoltex. En dat is ook een net fijnmaziger dan de Outex, maar met een groene boord en een wit vlak. Zo kan je dus uitmaken welk wapeningsnet je nodig hebt bij welke specifieke morting je gaat werken. Hoe gaan we dat plaatsen? We gaan een dunne laag plaatsen. Daar kleven we ons net in. En dan zetten we de eindlaag erop. Die rijden we mooi vlak en pas. En die gaan we dan laten uithaarden. Die kunnen we dan tegen de avond gaan we die dan kunnen opkrabben en kunnen afstoten. En mooi en fijn. Onze eindlaag staat erop. We gaan die nu gewoon laten uitharden. En we gaan die binnen een paar uren gaan we die pas kunnen gaan afwerken. Gaan we die dus kunnen gaan krabben, sponsen, de schuine kant maken. Natuurlijk de vraag is, ja, wanneer? Want dat kan binnen 4 uur zijn, dat kan binnen 6 uur zijn, dat kan binnen 2 uur zijn. Wel, alles hangt een beetje af van de omgevingstemperatuur, de vochtigheid, zon of geen zon. Probeer, moest je direct zonlicht hebben, probeer dat altijd te vermijden. Probeer een beetje rekening te houden met hoe de zon opkomt en eventueel voor of achter de zon te werken, zodoende dat die plint niet continu vol in de zon staat. Probeer die daar ook een beetje van te beschermen. Moest het niet anders kunnen door eventueel af te dekken of dergelijke, dat die toch beschermd is. Dat die rustig op zijn gemak kan uitharden, want gaat die veel te snel uitharden, gaat die dus haarscheuren vertonen. Dus we gaan dit nu gewoon laten doen. Voor eventjes terug te komen op de vraag van ja, wanneer weet ik dat het hard genoeg is. Je zou eigenlijk je mortel bijna niet meer mogen induwen of kunnen induwen. Als je daar nog met je vingers een lichte druk op geeft en je merkt dat je er nog een heel klein beetje in geraakt, dan is eigenlijk de moment om te gaan zeggen van nu gaan we krabben en nu gaan we eigenlijk verder beginnen afwerken. We kunnen onze sokkelpleister gaan afwerken. Voordat ik daar ga mee beginnen, ga ik eerst nog een aantal handwerktuigen overlopen die ik gebruik om de sokkelpleister af te werken. Eerst en vooral, wanneer dat de sokkelpleister hard genoeg is, wil ik hem toch eerst altijd mooi vlak krabben voor wat kleine oneffenheden weg te halen, zodoende dat alles mooi schoon recht is. Ik doe dat met een kraprij eigenlijk, of een krablat. Die is ongeveer 1,20 meter lang en heeft eigenlijk de vorm van een poutrel, maar dan wel een hele kleine. Ik vind het voordeel van dit werktuig is, omdat het feit dat het zo'n grote lengte heeft, ga je een heel groot vlak door een op- en neerbeweging te doen mooi kunnen afkrabben en eigenlijk een mooi vlak kunnen zetten. Ga je werken met een rabatschaal of zo, heb je maar een heel klein vlak. Er zijn ook schuurborden die je kan gebruiken, ook daar blijft je vlak maar heel beperkt. Hier kun je dus een heel grote oppervlakte mee vlakkrabben. En ik gebruik het liefste van al gebruik ik dit. Die zijn altijd in een lengte van ongeveer 1,20 meter. Wat soms voor buiten is dat wel oké, maar ik gebruik dat ook in badkamers en in doucheruimtes en dergelijke, maar die zijn veel smaller. Daarom heb ik mijn oude heb ik eigenlijk in 2 stukken gemaakt met 2 conforme afmetingen die ik redelijk goed kan gebruiken in doucheruimtes of heel kleintjes, ergens bijvoorbeeld op de plint of iets anders in een kleine ruimte. Dat is het eerste wat ik gebruik. Ook voor de plint, dus mooi vlak en recht te krijgen. Enig als de plint gekrapt is, ga ik ze sponsen. Ik ga ze eigenlijk sponsen met een oude spons ik gebruik voor het binnenpleisterwerk. Grove structuur. Doe dat meestal omdat als je krabt heb je toch wel oneffenheden. Om die eigenlijk heel mooi, allemaal mooi dicht te krijgen, gebruik ik eigenlijk gewoon een spons.
Ik maak die niet te nat, dus ik stop die wel in water en ik duw die goed uit. Maar ik maak die niet echt heel, heel nat. Ik spuit ook nooit met mijn cement nat. Ik zal altijd via de emmer werken, omdat dat veel meer controle geeft. Van het moment dat je te veel water op je cement gaat spuiten, ga je één pap krijgen. Als je dat niet weggewerkt krijgt, gaat je achteraf zien en ga je scharkeringen krijgen in de plint. Of in een gecementeerde muur. Dus eerst met de grove spons. En als het eigenlijk dan een beetje aangetrokken is, dan pak ik eigenlijk een schoonmaakspons. Die is ook wel wat dikker en wel wat zachter. Die structuur is ook iets minder. Die maak ik eigenlijk nat, maar wring ik heel goed uit dat die bijna droog is. En dan ga ik er nog eens in een ronddraaiende beweging over. En dan krijg ik een iets fijnere en mooiere structuur in mijn plint. Ga je plint nooit sponsen en dan achteraf met een poliermes beginnen oppolieren. Dat is er niet voor gemaakt. Dat is zelfs heel slecht. En je gaat er toch nooit een gladde structuur mee krijgen, zoals dat je een binnenpleister zet of dergelijke. Wat ik nu eerst ga doen is, ik ga eerst mijn houten latten verwijderen overal. Dat die weg zijn. En dan kan ik zelfs beginnen met alles te krabben en ook de schuine kant te maken. De schuine kant maak ik. Ja. Het is eigenlijk een beetje zelf een werktuig uitgevonden, zullen we maar zeggen. Gewoon een houten balk. Schuine kant opgezaagd. Zoals je kan zien. Schuine kant opgezaagd. Die wordt dan eigenlijk tegen de plint gezet. Hier kan ik dan eventueel met mijn hoekschaaf overgaan om de schuine kant te gaan. En ik heb er een waterpas tegen geschroefd, zodoende dat ik het geheel eigenlijk altijd mooi pas kan houden. Nadeel daarvan is dat dat een beetje zwaar is. Het is niet altijd gemakkelijk als je dat alleen moet houden. Als we met twee zijn, is dat natuurlijk heel goed. Die schuine kant is ook redelijk breed, zodat we ons hoekschaaf of ons rabatschaaf die we erop zetten, dat die voldoende steun heeft, dat we niet te hard wegklinken. Onze plint is droog. Dat wil eigenlijk zeggen dat we onze laatste bewerking kunnen gaan doen. Belangrijk wat we nu nog moeten gaan doen, is dat we eigenlijk de onderkant van de plint gaan waterdicht maken tot op de fundering. Om ervoor te zorgen dat er geen optrekkend vocht langs onder in de plint gaat komen. We doen dat met een product dat noemt een sokkeldicht van Knauf. Dat is een bitumeuze pasta die je daar gaat opzetten. Die pasta ga je een 3 à 4 centimeter tot boven het maaiveld zetten. Ze doen dat die plint, als daar grond tegenkomt, dat beschermd is. Achteraf, wanneer dat die sokkeldicht staat, dan zou eigenlijk de tuinaannemer nog een noppenfolie moeten leggen met nog een strookje kiezel voor, dat het water eigenlijk goed weg kan en niet te veel aan de plint zelf blijft staan. Voor natuurlijk de hoogte te bepalen, ja, dan ga je even de pas moeten uitzetten in de woning, dat je weet tot waar dat de afgewerkte vloer buiten komt, waar de klinkers komen, de tegels komen. En dan pak je daar een paar centimeter boven, teken je af en dan kleef je eigenlijk, ik gebruik daarvoor de Barnier tape, kleef je eigenlijk alles mooi recht af en dan kan je de sokkeldicht daarop smeren. De sokkeldicht, die kan je met een pleisterspaan zetten, maar die kan je ook met een borstel zetten. Let wel op dat je hem dik genoeg zet. En in twee lagen. Dus één laag smeren, eventjes laten aantrekken en een tweede laag smeren. Dat hem zeker dik genoeg staat en dat je plint goed beschermd is. In de komende weken ga ik een aantal projecten doen met gevelplinten. Ik ga dat zo goed mogelijk proberen te filmen, dus dan ga je eigenlijk kunnen zien hetgeen dat we hier in theorie hebben gezien. Ga ik dan daar toepassen in de praktijk.